mag ik jullie allereerst heel erg hartelijk bedanken voor het cadeautje dat ik de inleiding mag houden. Want ik vind het echt een enorm cadeau. Als je kijkt naar het thema, dan zit alles wat je herontdekt in jezelf. Zit enorm in jezelf. Soms is het weggeslagen, soms is het verstopt, soms zit het zeg maar nog in de knop. Vorige week woensdagavond was ik uitgenodigd bij een debat over autisme. Ik heb gelezen over autisme. Ik ken mensen die autistisch zijn, maar ik ben zelf geen autist. Dus ik ben geen ervaringsdeskundige, zoals ze dat zeiden. En het was een, ja, laten we zeggen, bijna vertederend amateuristisch georganiseerd debat. Er waren zo'n 100 mensen. Die zaten in een carré aan kale tafeltjes. Er was een meneer die het aan elkaar praatte. Er was een scherm dat maar voor de helft van de mensen zichtbaar was. En er kwam iemand daarvoor en die zei van, ben ik verstaanbaar? En hij pakte een microfoon die af en toe uitviel. Na 2-3 minuten stond er een mevrouw op, waarvan je niet zou verwachten dat die zomaar 100 mensen zou toespreken. Een mevrouw van een jaar of 50. En ze stond op, onaangekondigd, en ze zei, ik ben een autist. Ik wil die 9 stellingen op het scherm hebben. En ik wil precies weten wanneer de ene stelling begint en wanneer deze stelling beëindigd wordt. En ik wil weten wanneer de pauze start. En ik wil weten wanneer de pauze eindigt. En ik wil een microfoon die het doet. En iedereen in de zaal begon te zwaaien met 2 handen. Wat dan doen doven en autisten? Die zwaaien, die klappen niet. En voor ik het wist, onbewust, zo gaat het met mensen, stond ik en ik zei, mevrouw, ik heb onvoorstelbaar veel respect voor u. Dat u dat doet en dat u ons wijst op wat autisme is. En de avond duurde 2,5 uur en had de diepgang die het daarvoor niet had. We hadden 2,5 uur hebben gesproken over autisme. En het resultaat was, en het doel was ook, de gemeente krijgt adviezen voor de onderhandelingen van de coalitie over hoe om te gaan met autisme. Alles zit in jezelf. Ik denk dat alles wat wij met elkaar doen, dat je een beweging kunt creëren door met jouw kennis uiteindelijk taal te vinden die leidt tot een beweging. 4 jaar geleden, toen ik net wethouder was, had ik een 5-tal punten genoemd. En 1 daarvan was, er mag geen kind meer thuis zitten. In 1 van de eerste weken kreeg ik Michael, een dossier. Michael zat 14 maanden thuis. En op mijn whiteboard staat, de waarheid zit in de details. Dat is de enige zin die op mijn whiteboard staat. En ik ben me gaan verdiepen in Michael, niet een beetje, maar gaan praten met leerplicht, gaan praten met de scholen, gaan praten met iedereen die met Michael te maken had. En ik kwam tot een afgrijzelijke ontdekking. De afgrijzelijke ontdekking was dat iedereen zijn werk goed had gedaan. Er was 1 ding, Michael zat 14 maanden thuis. Dus iedereen had zijn werk goed gedaan. De een dit, de school dat, de leerplichtambtenaar, de zorgcoördinator. Ik heb de ouders bij me geroepen en ik heb Michael bij me geroepen en gepraat. En ik heb aan Michael gevraagd, wat wil jij worden? En hij zei, hij was 1,80 meter. Hij zei, ik wil automonteur worden of autohandelaar. Ik zeg, ik beloof je 1 ding. Als jij dat bent geworden, en wat ik beloof doe ik altijd, ik laat mij of mijn auto bij jou repareren of ik koop een auto bij je. En dat ga ik doen. En ik heb hem diep in de ogen aangekeken. We hebben hem uiteindelijk, hebben we de jongen op school gekregen. En je moet je voorstellen dat jij die jongen van 1,80 meter bent. Want ik zeg niet voor niks dat hij 1,80 meter is. En dat hij naar de brugklas moest met jongetjes van 1,40 meter. En jongetjes in de eerste klas zijn geen meisjes van de eerste klas.
Dus 1,80 meter en 1,40 meter. En ieder half jaar, de eerste twee jaar, heb ik hem terug laten komen. En de ene keer had ik bij de opening van een sportveldje een bal gekregen en gaf ik die bal aan hem. En iedere keer praatte ik met hem en hij had het heel erg moeilijk. En in het derde en vierde jaar van mijn wethouderschap kwam hij nog maar één keer. En hij heeft zijn VMBO-diploma gehaald. En hij zit op het MBO. En laatst kwam ik een groepje tegen wat je nu dan hangjongeren zou noemen. En ik was in gedachten. En op een gegeven moment zei ik, hey, dan heb je René. En dat was Michael. Waar het om gaat, is dat je taal zoekt waarom die beweging zeg maar zou ontstaan. En de taal die ik bij, om die beweging te creëren die ik gevonden heb, is dat ik tegen al die mensen die daarmee bezig waren heb gezegd, wie ligt er wakker van dit kind? Want de vraag, wie ligt er wakker van dit kind, leidt tot beweging en raakt jezelf. Mijn laatste verhaaltje gaat ook over taal. En dat gaat inderdaad over die scholen. Toen ik hier kwam in 2010, hadden we 25 zwakke basisscholen. En 12 zwakke afdelingen van het voortgezet onderwijs. Dus een HAVO of een 12 zwakke afdelingen. En het gekke is, de gemeente gaat niet over het onderwijs. Dus wat kun je ermee doen? Dus colleges lang hebben we gezegd tegen elkaar van, daar gaat het onderwijs over. En ik heb gezegd, wij gaan over de goede ontwikkeling van jonge mensen. De gemeenschap gaat daarover. De gemeente gaat daarover. We zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de, dus ik bemoei me overal mee. Ik ga niet op de stoel zitten, maar ik bemoei me er wel mee. En dan is het zoeken naar van, hoe krijg je de beweging? En schoolbesturen en directeuren kwamen naar mij en die zeiden, sommigen kende ik, die zeiden René en anderen kende ik niet. En die zeiden ze wethouder, dan zeiden ze van, ja, maar jij hebt toch geen idee wat wij voor de klas hebben? Wat wij voor ons zien? En waar je ook geen idee van hebt, is hoe vaak er verhuisd wordt. Dus in leerjaar 3 hebben we die populatie en in leerjaar 6 een heel andere populatie. Dus wat kunnen we eraan doen? En toen heb ik de zin bedacht, het ligt nooit aan het kind. Dus als je een zwakke school hebt, het ligt nooit aan het kind. Want op het moment dat je zegt van, ja, maar het komt door mijn populatie. Waar ben je daarmee bezig? Stel je voor dat een oogarts zegt, ja, ik heb nu al 27 netvliesloslatingen gehad. Ben je helemaal besodemieterd? Daar kan ik niet meer aan. Het ligt nooit aan het kind. Dus je moet het systeem aanpassen. Op de ene school dit en de andere school dat. En gezegd, ik heb geen geduld met gebrek aan kwaliteit. Want mensen zeiden, ja, maar dat is een systeem, dat duurt wel 6 of 8 jaar lang. Voordat het veranderd is. Uiteindelijk heeft dat geleid tot beweging. We hebben natuurlijk een beetje geholpen met geld, maar we hebben er vooral voor gezorgd dat er enorme beweging kwam en dat mensen zijn gaan denken. En die schoolbesturen hebben gezegd van, er zijn 6 hoofddoelen en die waren helemaal niet ver uitgewerkt, maar wij gaan ook ons geld richten naar die hoofddoelstellingen. Dus het geld dat wij hebben gegeven was maar een onderdeel, omdat al het geld zeg maar in de richting ging van de doelen die wij stelden, zonder dat wij op, zeg maar, op de stoel zijn gaan zitten van schoolbesturen, directeuren of leerkrachten. Want iedereen bedoelt het goed. Iedereen bedoelt het goed. Afrondend wil ik zeggen dat alles zit in jezelf, over welk onderwerp het ook gaat. Probeer uit al die gegevens en al die kennis die je hebt taal te vinden die meedogenloos is. Het is meedogenloos als je zegt, wie ligt er wakker van het kind? Het is meedogenloos als je zegt, de zinnen die ik net heb uitgesproken. Je moet zorgen dat de taal werkt. En soms is het heel onverwacht en daarmee rond ik af. Ik heb heel gek iets. Ik heb altijd naar brandnetels gekeken als iets afschrikwekkends. Dat doet pijn, dat jeukt enzovoort. En gisteren was ik bij de Urban Greeners. En wij moesten allerlei planten plukken
die vervolgens werden opgegeten. En mij werd verteld, die kun je gewoon pakken hoor, die brandnetel. Ik zei, jij bent gek. Nee, je moet ze van onder naar boven pakken. En je trekt ze gewoon uit elkaar. Er gebeurt niks. Ik zal nooit meer de brandnetels zien zoals ik ze al tientallen jaren heb gezien. En dat geldt ook voor veel ingewikkelder onderwerpen. Dankjewel.